ja, je wandelt zo naar binnen, het is helemaal donker. Er liggen dan overal stapels zandzakken met een soort houten stellage. Alsof je in een soort oorlogssituatie bent beland. En het is pikdonker. En het is pikdonker, ja, ja. En je ziet niets meer wat de oude kerk bijzonder maakt. Hè? Al het meubilair, het koorhek. Ja, nou, dit soort dingen dus. Ja, je ziet. De preekstoel. Zelfs de dooptuin is helemaal weggehaald. Dus eigenlijk al het monumentale interieur uit de 17e eeuw. Er is helemaal niets meer van te zien. Helemaal niets. Prima dat die kerk wordt gebruikt voor tentoonstellingen. Maar ik heb het echt ook over de monumentale waarde ervan. En dat is historisch, dat is cultuur. Dus dat gaat ons allemaal aan. Ik bedoel, ja, er gaan minder mensen naar de kerk. Maar mensen willen wel dit erfgoed koesteren en willen het in ieder geval kunnen zien. En dat kan nu niet. En dat is precies het probleem volgens de heren. De tentoonstelling Poems for Earthlings zorgt ervoor dat er 6 maanden lang niets te zien is van het interieur. Het kerstconcert dat op de planning stond in december kan niet doorgaan. En de kerkdiensten vinden in een bijgebouw plaats. Eigenlijk is het elk jaar van kwaad tot erger gegaan. En nu lijkt de balans tussen het erfgoed en de kunst lijkt volledig zoek te zijn. En hadden we al grappen dat er dus een rood raam was aangebracht. Nou, dat is er overigens nog steeds. Ik vond dat ook smakeloos. Ik bedoel, Red Light District en dan rood raam. Sorry, wat een niveau echt. Nog tot en met 26 april 2020 is deze tentoonstelling te zien. Maar dat is volgens Schoneberg en Boomsma dus veel te lang. Zij zien het liefst dat de kerk weer wordt leeggehaald en zijn charme weer terugkrijgt. Ik denk dat het gemeentebestuur in moet grijpen. Dit is onze kerk van de stad. Het bestaat al 7 jaar. De Stichting de Oude Kerk is in 1955 opgericht om het gebouw te behouden en goed te beheren. Aan die taak wordt niet voldaan. Het is nu mooi genoeg geweest. Een woordvoerder van de Oude Kerk laat weten jammer te vinden dat het concert niet doorgaat, maar wil verder niet ingaan op de kwestie.